opening van het eerste lustrum van Museumnacht 2018 heeft zaterdagavond plaatsgevonden in het Pop-up Museum van Erwin de Vries aan de Gongreepstraat. Museumnacht is een evenement waarbij de verschillende musea in ons land bezocht kunnen worden. Deze activiteit wordt in de avonduren georganiseerd. Winston Lieveld, coördinator van Museumnacht 2018, zegt dat de belangstelling voor dit evenement elk jaar groeit. In het eerste jaar waren er 8 locaties. Dit jaar is het aantal uitgegroeid tot 16. Lieveld geeft verder aan dat het thema Hyperconnected Museums, New Approaches, New Public speciaal voor dit eerste lustrum is bedacht. Zo ook de openstelling van het Pop-up Museum van Erwin de Vries. Deze is vanavond speciaal opengesteld voor het publiek. Deze bijzondere expositie van werken van de kunstenaar Erwin de Vries is samengesteld door de curator Gudrun, zijn dochter. En deze expositie is ook nog eens bijzonder, omdat deze de eerste is na het overlijden van deze grote kunstenaar. Dank aan de familie de Vries. En bonjour om te komen tot deze unieke toevoeging aan de Museumdag Suriname. Zoals u zojuist heeft vernomen, zetten wij als organisatie van de Museumdag ons in om de cultuureducatie in Suriname te blijven continueren. Dit is ook dan ook de reden dat jongeren onze focus is om dit aan hen door te geven en voor te zetten. Een heel emotionele Lilian de Vries, de weduwe van de kunstenaar, is blij en ontroerd dat de organisatie hem deze eer bewijst. Hij zou het heel ontzettend fijn gevonden hebben, zegt de echtgenote. We waren 40 jaar met elkaar, dus het duurt een tijd voordat het gewend ben dat hij er niet meer is. Maar in ieder geval, ik ben heel blij dat zij hem deze eer geven en de waardering. Dat zou hij ontzettend fijn gevonden hebben, want Erwin hield altijd van exposure. Hij hield van zoveel mogelijk publiciteit en altijd praten over zichzelf en over zijn werk. En hij was wat dat betreft heel erg enthousiast altijd. Ik hoop dat het voort blijft bestaan, dat nog veel mensen kunnen genieten van wat hij heeft gepresteerd. Een bijzondere prestatie, niet alleen voor Suriname, maar ook voor Europa. Wat hij heeft gemaakt, dat is allemaal niet meer weg te halen. In Nederland staat het ook vol van zijn beelden. Hij is ereburger geworden van Amsterdam, omdat hij de enige kunstenaar was in Amsterdam die zoveel beelden daar heeft mogen plaatsen. Hij heeft 3-4 grote opdrachten gehad, onder andere het slavernijmonument in het Oosterpark. En daarna nog een heleboel andere vrije werken ook. Dus we kunnen echt heel trots op hem zijn. En ik voel dat hij er vanavond ook bij is, dus dank u. Lilian de Vries, de weduwe van kunstenaar Erwin de Vries. Zij sprak zaterdagavond tijdens de opening van de 5e Museumnacht in het Pop-up Museum van Erwin de Vries aan de Gongreepstraat. Het Pop-up Museum is speciaal voor Museumnacht 2018 opgezet door de weduwe en de dochter van Erwin de Vries.